Ik zat op een opleiding maatschappelijke zorg in Den Bosch. Zat ik in het derde jaar, in het laatste jaar, en toen ben ik ziek geworden. Ben ik denk ruim een jaar ziek geweest. En dus vandaar dat ik toen in de uitkering terecht ben gekomen. Ik ben bij Bisclub terechtgekomen via mijn generalist van bij Eindhoven. En die heeft me eigenlijk op gewezen. En toen zijn we samen gaan aanmelden en toen had ik hier intake. Had ik hier een heel fijn gesprek en daar was ik heel erg enthousiast van. Heel erg veel zin in gekregen om weer aan mijn toekomst te werken en weer lekker bezig te zijn in plaats van thuis met de pakken neer te zetten. Ik zat helemaal niet lekker in mijn vel. En ik wou niks meer, ik durfde niks meer. En op een gegeven moment heb ik gezegd van alle dingen waar ik iets aan kan doen, die moet ik gewoon doen, want anders dan word ik gek. En toen ik stopte met roken en begon met hardlopen. En een paar maanden later had ik de halve marathon gelopen in Eindhoven in oktober. Dat was toen de Bisclub net begonnen was. Dus was ook voor mij heel erg het beginpunt van die upward flow, zeg maar. En het was heel erg mooi om dan dat hoogtepunt dan net aan het begin van Bisclub te hebben. Want Bisclub was net begonnen en toen had ik die halve marathon. Dus was voor mij best wel een maalpijl om daar toen naartoe te werken. En daarna nam Bisclub een stokje over om mij weer verder mee omhoog te trekken. Ik heb in ieder geval mijn enthousiasme teruggevonden bij de Bisclub.